Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een Chromebook. En op dat Chromebook maken ze de verwerking. Dus de opdrachten doen ze op de Chromebook. Dat heeft een aantal voordelen. Voor de kinderen zie je meteen of ze het goed of fout hebben. Als ze het goed hebben, werkt dat heel motiverend. Als ze het niet goed hebben, kunnen ze meteen verbeteren en kunnen ze weer doorgaan. Voor de leerkrachten is het een voordeel dat ze de kinderen kunnen blijven volgen. Ze zien op hun eigen scherm precies wat kinderen aan het doen zijn en of dat goed gaat en waar ze eventueel extra hulp nodig hebben. En de computer bepaalt het niveau van leerlingen. Door de antwoorden en door de snelheid waarmee geantwoord wordt, weet de computer het niveau en kan het niveau van de opdrachten aangepast worden aan het niveau van de leerlingen. Dus onderwijs op maat. De kinderen leren ook samenwerken. Kinderen kunnen heel goed van elkaar leren, dus samenwerken is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs. In de onderbouw bij de kleuters werken we met de methode onderbouwd. Voor kleuters is het heel belangrijk dat ze nog spelen. Heel veel spelen en ondertussen spelend leren. En spelend leren doen we dus met onderbouwd. En onderbouwd is een methode met heel veel aandacht voor woordenschat, voor taal. Taal en woordenschat is heel erg belangrijk voor kinderen om straks goed te kunnen leren lezen. Onderbouwd werkt onder andere ook met handpoppen. En iedere pop staat voor een bepaald onderdeel. We hebben Arie de letterkanarie, dat gaat over letters. We hebben de hak- en plakapen, dat gaat over het hakken en plakken van woorden en letters. En we hebben Wim de woordspin, daar gaat het natuurlijk over woordenschat. Dus als de kinderen in de kring de pop zien, de handpop zien, dan weten ze ook meteen waar het over gaat. En dat is heel goed voor het leren van de kinderen. Bij ons op school hebben alle kinderen van alle groepen 2 keer in de week gym van een vakleerkracht. Belangrijk onderdeel bewegingsonderwijs. Het is op een locatie vlakbij en daar lopen de kinderen heen en hebben ze 2 keer in de week gym. En voor een aantal kinderen bestaat ook nog de mogelijkheid dat ze na schooltijd 1 keer per week extra gym krijgen. Ja, belangrijk vak op school is natuurlijk taal. Taal en lezen. Taal en lezen heb je overal nodig. Begrijp het lezen ook. We hebben op school best een moeilijke, pittige taalmethode, maar dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling van kinderen. En naast taal natuurlijk ook Engels. Vanaf groep 5 krijgen alle kinderen bij ons ook nog les in de Engelse taal. I like the flowers. I like the daffodils. I like the mountains. I like the rolling hills. Ik zit bij de leerlingenraad en ik vind dat we goed met elkaars ideeën omgaan en kinderen kunnen ook gewoon ideeën verzinnen en dan doen we daar wat mee. De Argonaut staat voor goed onderwijs in een passend ICT-jasje in een veilige sfeer. We nodigen u van harte uit om een keer bij ons te komen kijken.